Het kamp André Hazes junior zit met een levensgroot probleem. RTL heeft naar verluid €250.000 betaald om zijn documentaire uit te zenden op Videoland, maar die documentaire staat op het punt om ernstig verminkt te worden. Alle opnames die gemaakt zijn in zijn tijd bij Sarah van Soelen en haar familie kunnen mogelijk de prullenbak in. Sarah voelt zich extreem belazerd door André, omdat hij haar altijd zou hebben voorgehouden dat hij uiteindelijk weer terugkeert in haar armen. Toen ze hem onlangs op de koffer van Privé weer in de armen van Monique Westerberg zag liggen, barstte de bom. Zij en haar familie zijn helemaal klaar met André en willen niet voorkomen in de documentaire. Het is niet alleen voor Sarah, maar ook voor haar vader Rudolf pijnlijk dat André nooit meer wat van zich heeft laten horen, omdat hij hem maandenlang onderdak heeft gegeven. Zij hebben er dan ook helemaal geen zin in dat André op het punt staat om over hun rug een €250.000 te pakken. Zelfs een kort geding lijkt een optie. Hoe zit het inmiddels in het conflict tussen André en Sarah? Er is volgens Patty Bart, die in contact staat met Sarah, nog geen doorbraak. De Belgische producent is niet echt heel erg goed bereikbaar. Wij konden ze vandaag in elk geval niet bereiken, vertelt ze in Shownieuws. Patty vervolgt, Sarah vertelde me dat ze door een assistent van de directrice is gebeld en dat beloofd wordt haar en haar familie de beelden te laten zien van tevoren, voordat de docu op zender gaat. Maar Sarah en haar familie vinden dat nog niet echt genoeg. Collega Bart Ettekoven, nee, want ze willen gewoon helemaal niet te zien zijn. Patty, nee, precies, maar ze hebben in elk geval wel de mogelijkheid opengehouden om het te bekijken. Ja, zoals het er nu voor staat, denk ik dat de kans niet heel erg groot is dat ze gaan zeggen, dat is goed. Want ze willen gewoon niet als tussenfase in die documentaire komen. Natasha Harlequin, wat moeten ze dan bekijken? Hoe ze erin zitten? Patty, ja, maar ze willen er niet in zitten. Er is niets afgesproken en ze hebben ook niets ondertekend. Er bestaat ook geen quitclaim. Ze hoeven. Als ze echt kwaad willen, mag het er niet in. Quitclaims zijn heel gebruikelijk in de tv-wereld. Met zo'n contract geeft men toestemming voor gemaakte opnames en verklaart men af te zien van het portretrecht. Ik heb 980 afleveringen van Bonje met de buren gedaan en die hebben allemaal de volgende dag spijt dat ze mee hebben gedaan, aldus Patty. Door zo'n quitclaim kunnen die mensen er echter niet meer onderuit, legt Patty uit. Ja, maar dat moet in dit geval ook, want als je spijt krijgt, krijg je spijt en als je niets hebt getekend, mag het niet uitgezonden worden.